Masterkova is tweede. Mutola kan niet bijblijven. Heeft 3-4 meter goed te maken op Mutola. En nu al gaat Masterkova. En Mutola, ze zit in de problemen. De afstand met Masterkova is niet groot. Maar ze kan dat gat niet dichten. 2 minuten en 44 honderdste. Dat is iets trager dan Mutola tijdens haar wereldrecord. Maar wat kan Masterkova in die laatste 200 meter? Maar ze lijkt te kraken. En daardoor komt zelfs Mutola dichterbij. Het wereldrecord is nog altijd in zicht. Masterkova heeft het moeilijk in die laatste 50, 60 meter. Maar ze gaat het ongetwijfeld houden. En wat wordt het nieuwe wereldrecord? Jawel! 2.28.99. Voor de tweede opeenvolgende keer een wereldrecord op deze 20e Memorial van Damme. Tweede wereldrecord voor Svetlana Masterkova. Ze kan het zelf niet geloven. Ze tuimelt van het ene succes in het andere. Laatste 200 meter. Gelopen in 27-28 seconden. Dat is ontzettend snel. En ze beseft het. Haar tweede wereldrecord in 10 dagen tijd voor Svetlana Masterkova.